Hallo sabbelingertjes van Justice Pergamentus, welkom bij een gloednieuwe battle voor de UPL. Het is tijd om weer te gaan opnemen tegen de Memphis Sableye. Het is tijd om de battle te accepteren. Dit wordt de battle, ik kan zijn Pokémon's niet heen. Dat schiet op. Vals spelerij hier, ik wil de battle. Kijk, je kan hem hier wel zien. Oké, dit wordt een spannend gevechtje. Nee, helemaal niet naar wit worden. Maar dat maakt niet uit. Ik verwacht dat... Weet je wat? We doen gewoon de Spirit Tomb. Dat is jammer dat ik het zo heb gedaan. Laat de hypnose. Ik ben geparalyzed. En hij is gesleept. Effecten alleen poison en steel. Dan gaan we naar Crobat. Even wachten, sleutelbom natuurlijk. Intimidate. Hij heeft een nick. Oeh, ga poison. Nice, nice, nice. Acrobatics. Oké, dat doet niet zoveel damage. Dat heb ik niet goed bekeken. Oh ja, dat is die Typhus Morning Sun. Ja, die bullshit deed hij de vorige keer ook. Oh, nice. Weer gepotioned. Oké, netjes. En dan doet hij nu een heal aanval, werden? Verrassing, wat ben jij goed zeg? Oké. Buck Steel. Heatwave. No! Twee Scissor! Oké, nice. Ik ben benieuwd wat hij nu doet. Ik verwacht dat hij Jolteon in gaat zetten. Oh, de predictions. De predictions. Hij doet een elektrische aanval. De. Ah, wat een anus. Ja, dat is niet leuk. Waterkogel. Ja, hier heb ik niet heel veel voor. Crobat maar dan. En de Tyree Koffer. Wat een verrassing. Ja, ik ken zijn tactiek nou wel. Niks aan. Dat is die slim bedacht. Ja, dat doet geen effect natuurlijk. Oké. Goed gespeeld, goed gespeeld. Een Morning Sun. Oh nee, nice. Oké. Twee dood. Oké, nice. Nu komt Jolteon weer. En dan doe ik weer Steelix. En dan doet hij Milotic. Nice. Oké. Stop met sleepen. Stop nu met sleepen. Wacht, cancel. Ice Fang. Please. Bravery. Oh nee, niet bravery. Oké. Ik had de bravery verwacht. Oké, jammer.
wat anders moeten doen. Maar dat is niet erg. We gaan gewoon weer naar Crobat. Scald, ik haat Scald. Zeker nu toen die mijn Kartana doden tegen Zande. Giga Drain. Dat is jammer. Dat die Ice Beam heeft. Dat vind ik zeer spijtig. Ja, even die koffer, dat is wel lelijk. En Ice heeft die ook, dus dat kan ik maar beter niet doen. Ik kan hem niet laten slapen. Nou, laat Speed it toch maar weer komen dan. Oh, hij is ook normal, dat wist ik helemaal niet. Dat wist ik helemaal niet. Nou, nice. Oh, U-turn, wat een anusaanval. dat heeft hij gewoon weer slim gedaan, dat kan niet anders zeggen. Zijn speed is natuurlijk wel weer hoger dan die van mij. Ja, en dan zal hij wel Scald doen en dan ben ik weer dood. Of hij doet recover, dat zou wel heel goor zijn. Dat gevoel heb ik op een of andere manier. Even kijken. Ice Beam, dat zou kut zijn voor B-drill. Ja, het wordt heel lastig. Die Milotic is echt nu een probleem. Ja, die koffer zie je. Hij had het toch predict dat ik zou switchen. Dat was super power, maar. Oké, niet burnen. Nice. Oké, potion eraf. Attack and death. Ja, hij is zo irritant met zijn kut recover. Ik vind dat recover echt uit de game gehaald moet worden. Ik vind dat zo'n bullshit aanval. Recover, ja. Ik vind het gewoon niet, het is niet eens leuk zeg maar. Het maakt de game er niet leuker op door dit. En nu ben ik zo meteen een keer geparalyzed, want dat kan niet anders. Ik was nu geparalyzed, hè? Zie je? Ja, dat vind ik zo'n bullshit. Echt pussy is dat. Echt pussy die koffer. En dan doet hij weer die koffer. Nou, dat valt mee. Wat een bullshit. Dat vind ik zo kut. Ja, en dan doet hij weer die koffer. Echt pussy die koffer is dat, jongen. Hè? Dan ben je echt een pussy als je zo wil winnen. Hoeveel pp heeft die koffer? Wajo, 16 pp. Nu is hij weer die koffer. En nu ben ik geparal. Oh nee, dat valt dan mee. Oh, tuurlijk. En dan heeft hij een critical hit. Waar ik al de hele tijd om vraag. Hij heeft Ice Beam. Dat is zo gevaarlijk voor B-drill. Oh, en dat heeft alweer geen effect. Oh, jawel genoeg. Oké, nice. Heel nice. Kom maar lot ik en dan doet hij zo meteen die koffer mee. Werden? Want dit is nu is het het moment om my lot ik in te zetten. Ah, het valt mee. Ice Fang. Oh, hij komt niet in Bravery, dat is jammer.
grote verrassing. Hij deed gewoon recover. Dat heeft hij nog nooit gedaan, deze battle. Dat is deze battle nog niet eerder gebeurd. Nu is die My Lotic echt gevaarlijk. Dan maar B-drill. Ice Beam. Mega Evolution. Wat zal het meeste effect hebben? Loaded Ground zal ook een chill effect hebben. We gaan over Poison Jab. Dat valt nog mee met de Scald. Dat hij Scald doet. En nu doet hij recover. Maar ik ben nu sneller, dus hij kan nu geen recover doen. Yes! Nice, 4-0 gewonnen. Nice. Nice, ik ben trots op mezelf. Yeah, 4-0 gewonnen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.